Gezonde medewerkers op weg naar een gezond bedrijf. Vandaag wordt het protocol Veilig werken, reizen en wonen door Stigas gepubliceerd. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten van belang. In de allereerste plaats de 1,5 meter tussen u en uw medewerkers en de medewerkers onderling. Maar ook, houd de richtlijnen van het RIVM aan. En 3, zorg voor voldoende bescherming. Voor u en zeker ook voor uw medewerkers. Let op, we hebben dit niet zelf gedaan, maar samen met heel veel telers en kwekers. En daarbij is het van belang dat u ook aan uw werknemers duidelijk maakt dat ze deze nieuwe werkwijze nog moeten aanvaarden. Dus hang de posters op. En weet u, al die maatregelen zijn van belang om ervoor te zorgen dat in die 1,5 meter economie u afstand houdt. Minder mensen aan de lopende band. In een danbordopstelling werken aan tafels. En ja, en natuurlijk voor zorgen dat u om de rij oogst. Kort en goed, het is van belang dit protocol goed te volgen, want dat is waar het om gaat bij de gezondheid van u en uw werknemers. Graag geef ik mee dat deze week voor herstel van uw bedrijf wordt gewerkt aan de uitwerking van het noodfonds Sierteelt en delen van de voedingstuinbouw. De 600 miljoen van minister Schouten. Daarbij nemen wij alle signalen mee die u heeft doorgegeven. En blijf die signalen doorgeven. Want samen komen we deze crisis door.